Nu, ik heb nee gestemd voor dat referendum. Waarom heb ik nee gestemd? Ten eerste vind ik die grondwetswijziging fundamenteel verkeerd. Ik ben voorstander van een parlementaire democratie met een sterke scheiding der machten. Ja, al in de media heb je dan kwam natuurlijk meteen de perceptie van kijk, ze hebben hier massaal ja gestemd, dus ze hebben gestemd om Erdogan meer macht te geven, om hem een dictator te maken. Maar dat is eigenlijk niet wat de Turken hebben gedaan. Hè. Er is niemand die eigenlijk met de Turken zelf gaat spreken. Maar, kijk, waarom hebben jullie ja gestemd? Bij Brexit, bij de verkiezingen van Trump, was de reactie meteen van waarom stemmen die verkiezers eigenlijk zo? We moeten luisteren naar de kiezers. Waarom hebben zij zo gestemd? Maar deze keer was het dan opeens een volledig andere reactie van we moeten niet luisteren dan wat ze te zeggen hebben. Nee, ze hebben gewoon, we weten het al, ze hebben gestemd voor de dictator Erdogan. Niemand die zich afvraagt van waarom hebben ze nu eigenlijk zo gestemd? Die Europese Turken die hebben niet op Erdogan gestemd omdat ze hem een dictator willen maken. Maar ze hebben op hem gestemd omdat ze vinden dat hij een goede leider is, omdat hij heel veel heeft verwezenlijkt voor Turkije. En ze vinden ook dat die grondwetswijzigingen toch wel meer democratie zullen brengen, meer vrijheid zullen brengen, meer rechtszekerheid zullen brengen in Turkije. En natuurlijk, die analyse wordt niet gemaakt door het Westen, dat kan wel zo zijn, maar je kunt daar niet uit afleiden dat die Europese Turken bewust voor een dictator gestemd hebben. Dat is een fundamenteel verkeerde opvatting daarover.